Hoi! Ik zit in het Maritiem Museum in Curaçao. Curaçao is in lockdown. Het enige wat ze niet kunnen lockdownen, dat is muziek. We zijn gevraagd of wij ook even wat willen zingen en dat doen we heel graag voor jullie. Maar daarvoor wil ik even laten zien hoe mooi het hier is. Hier hebben we een prachtig schilderij. Ja. Kijk. Dat is van de Alphen. En dat is in 1778 geweest. Maar was de kwartiermeester dat zat en die hoorde een sigaar in zijn kruidvat. En is Alphen ontploft. Dat zit. Oh, gut. Het is echt alle kanten ontploft. En eigenlijk alles wat u dus ziet, wat ik dus zei, de kanonnen en zo. Hier zie je dus bijvoorbeeld een schip of een kanon, wat dus echt uit de brand gered is. De kanon daar is later pas opgegraven. Dus deze kanonnen die zijn echt. Deze kanonnen zijn echt van de Alphen geweest. Van de Alphen geweest. Kanon is gemaakt in Amsterdam. Oh, kijk. Kijk eens aan. Kijk eens aan. Ik laat het eens zien. We gaan eens kijken, dat moeten we even controleren. Is het echt gemaakt in Amsterdam? Hier staat het heel duidelijk. Kijk. Dit is gemaakt in 1776. Dit zijn de typische steentjes hè, van die tijd. Of van die bakstenen van vroeger. Ja, maar kijk naar. Ze zijn heel klein, zie je dat? Ja. Het is veel kleiner. Ja. Dat was de ballast onder in de schepen. Omdat ze klein waren, konden ze in alle hoekjes gelegd worden. Oh. En dan ging het zout mee. En zo zit je dus in de oude landhuizen, de trappen, allemaal van deze kleine steentjes gemaakt. Ga er maar eens op letten. Mm-hmm. Iedereen die pure zout komt, let er maar eens op. Wij gaan zo meteen een liedje zingen. Dat hebben wij samen gemaakt. Mr. D en Syndica. Mr. D, groetjes uit Curaçao.